Onmiddellijk na de bevrijding moesten vooral goederen dringend en bij voorrang worden vervoerd. Militair transport, levensmiddelen, dierenvoeder, steenkool en afgeleide producten. Het reizigersvervoer werd heel erg beperkt. Mijnwerkerstreinen kregen voorrang en autorails onderhielden de verbinding tussen de belangrijkste steden en Brussel. Gekneusd, maar ongebroken en overeind. De heropstanding van de NMBS was het werk van de meer dan 90.000 naoorlogse personeelsleden. Vooral machinisten en stokers op gillende stoomlocomotieven schreven toen een verhaal van geblakerde gezichten en ijskoude ruggen. Als stokers zelf aan de spoorweg komen, dat was dus afhankelijk van een klein examen dat ze moesten. En eens dat het zover was, die moest je op zijn minst 4 jaar in dienst hebben vooraleer dat je mocht meedoen aan een examen van machinist. Hij kreeg van de maatschappij uit niet te veel een boekje HLT, dat we zeiden, met onderrichtingen, zijn richting en een beetje technologie van de locomotief. En een tweede boek over de remuitrustingen van locomotief en treinen. En daarmee moest je het stellen. In de werkplaatsen werden daar ook door de machinist-instructeur lessen gegeven. Als stoker, als je wilde meedoen aan het examen van machinist, moest je een zeker aantal lessen gevolgd hebben, of anders werd je gewoon geweigerd. Maar het allerbelangrijkste, dat was een hele goede machinist hebben, die gekend was om graag en veel les te geven aan zijn stoker. Die mensen liepen er echt fier op, want zij vonden dat elke stoker die ze hadden, bij hen moest machinist worden. De machinist die zouden, wanneer hij een beetje vijand had, op zijn dienst, tijdens zijn dienst tenminste, die zag je met een hamer rondlopen, wat te kloppen, te zien dat alle stukken nog vast waren, met sleuters, met van alles om de onderhoud van de machine zo goed mogelijk te maken. En zijn stoker, die werd door hem begiftigd met een bidonneke koperkuis. En die had er het allergrootste plezier in om onder de kap alles dat maar van koper was, koperen leidingen, koperen toestellen, om dat op te poetsen dat het een pracht was om het te zien blinken. Een machinist kon van zijn stoker geen grotere eer bewijzen. Of dat hij tegen de collega's ging zeggen, voilà, als er bij ons moet gegeten worden, mag dat even goed op de plankenvloer zijn als bij u thuis op de tafel. Zo netjes vonden ze dat aan. Wanneer de stoker in het binnenlopen van het station de blazer dief opzette, dan was dat condensatiewater die uit de schouw ontsnapte. En vermits het via de schouw naar buiten kwam, was dat zwart. En dan konden gemakkelijk de propere kleren van de dametjes besproeien op een manier dat ze allesbehalve gelukkig waren en klacht gingen neerleggen. En dan kon machinist en stoker daar een serieuze boete voor krijgen. De eigenlijke viering van 150 jaar spoorwegen in ons land begon dit jaar in mei met opendeurdagen van de centrale werkplaats te Mechelen. Krachtens een wet van 1834 is Mechelen nog altijd het officiële centrum van de Belgische spoorwegen. De centrale werkplaats Mechelen was de eerste en nog altijd de oudste en grootste spoorwerkplaats van Vlaanderen. Zowat 50.000 bezoekers kwamen er tijdens 5 opendeurdagen onder meer kijken naar het zware werk van de spoorwegsmeden, naar het slijpen van wielen, rijtuigverbouwing en onderhoud, het werk in de stoffeerafdeling en andere facetten van die heel uiteenlopende kundigheid en handigheid die het spoorbedrijf dagelijks rondhoudt. In volle stoomtreintijd zou de bezoeker ook deze tafereeltjes kunnen gezien hebben.
Omdat het op zondag 5 mei, precies 150 jaar geleden was dat de eerste trein in België en op het hele Europese vasteland rustig stomend het traject Brussel-Mechelen afmaalde, mocht ieder die het wilde op die verjaardag gratis van Brussel naar Mechelen en van Mechelen naar Brussel reizen. Onder een elektrische bovenleiding die daar ook al 50 jaar geleden werd gespannen. 21.200 mensen namen er aan deel. Daags nadien, op 6 mei, werd er een officiële rand aan de al ingezette viering gebreid. Koning Boudewijn kwam naar Mechelen om er een gedenksteen in te wijden. Kwam de vorst al per auto te Mechelen aan, dan wilde hij wel aan boord van een stoomtrein weer naar Brussel. Die trein, samengesteld uit vooroorlogse L-rijtuigen, werd getrokken door de als enige overgebleven lok van het type 12, de Atlantic 12004. Voor de rit ging de koning, machinist, stoker en hoofdwachter groeten. Hoofdwachter Dirk de Sadeleer, 28 en uit Deinze, heeft 10 jaar dienst bij de NMBS en is meestal tussen Brussel en Parijs aan de slag. Ik vond het een hele eer dat ik ben aangeduid om die trein te mogen bedienen. Voor de rest heb ik mijn taak trachten uit te voeren zoals ik een andere reizigerstrein bediend. En het gevoel dat de koning mee was, geeft toch altijd een speciaal gevoel. De veiligheid van de reizigers die gaat boven alles. Bij het vertrek moet men vooral zien dat de deuren goed gesloten zijn, dat er geen reizigers gekneld zitten. En dat is de eerste vereiste. En eenmaal de trein vertrokken is, dan kan men maar aan controle denken. Aan internationale treinen vind ik dat alleen het cliënteel is apart. Men komt alle nationaliteiten tegen, Amerikanen, Japanezen. Vooral het feit dat die mensen dikwijls meer inlichtingen nodig hebben dan anderen. Ze zijn in transit. Ze weten niet waar ze moeten overstappen, bijvoorbeeld in Brussel, om naar Keulen verder te reizen. Dan vind ik dat men die mensen zoveel mogelijk moet inlichtingen geven, eventueel ze begeleiden. Jawel, stoomlok 12004 haastte zich voorbeeldig naar Brussel en leverde koning Boudewijn die 6e mei op tijd af voor de openingszitting van het 24e internationaal spoorwegcongres met als thema de plaats van de spoorweg in het vervoer aan het einde van deze eeuw. De internationaal spoorwegcongresvereniging werd in 1885 te Brussel gesticht toen onze spoorweg 50 jaar oud was. Het congres stelde dit jaar deelnemers uit 86 landen. In de rand van het internationaal spoorwegcongres liep in het Centraal Station te Brussel een hoogst interessante tentoonstelling. 150 jaar technische evolutie bij de Belgische spoorwegen. De vooruitgang in elk domein van het spoorwegbedrijf kon er van plans, foto's, maquettes en allerlei voorwerpen worden afgelezen. De 10e mei liep het 24e internationaal spoorwegcongres af. Aan congresvoorzitter Flaché vroegen we naar de klemtonen ervan. Bij het congres is er ook zeer sterk de nadruk gelegd over de verbetering van de productiviteit van de spoorwegnet. En dat moet op alle gebieden gebeuren. Dus er is niet alleen een verbeterde dienstverlening, maar er is ook een goedkopere productiemogelijkheid, technisch, ook op het gebied van menselijke factor. En dat zijn zaken die er moeten toe leiden dat wij voor tegen het jaar 2000 een structuur hebben waar we bestand zijn tegen concurrentie die ook verbetert en naar dienstverlening opvoert en meer en meer concurrentieel wordt bij factoren waar wij nog traditioneel sterk staan. Sturen vrije en geleide economie elk het spoor geen verschillende weg op? Wat zeer belangrijk is dat die standpunten duidelijk naar voren komen met de verschillende aspecten van geleide of vrije economie. Ik geloof dat dat verrijkend is. En uiteindelijk zijn de problemen niet zo zeer verschillend.
ook in die landen, ook in de landen met een geleide economie. We hadden hier een zeer belangrijke vertegenwoordiging van Sovjet-Rusland. Wel nu, ook bij hen stelt het probleem zich van de productiviteit en de goede dienstverlening. Die problemen zijn niet zo verschillend als men op eerste gezicht zou denken. Is de congresvoorzitter ervan overtuigd dat het spoor het jaar 2000 zal overleven? Beleven we in 2035 de viering van 200 jaar spoorwegen in België? Als u het mij vraagt, ik ben er wel van overtuigd. Maar het zal niet vanzelf gaan. Wij moeten ons verdedigen. En zoals het congres hier duidelijk heeft laten blijken, nieuwe technologieën zijn nodig. Verbetering van de dienstverlening zijn primordiaal. En vermindering van de kostprijzen, rendabiliteit van de exploitatie, dat zijn de voorwaarden om te overleven en het jaar 2035 te halen, zoals u gezegd hebt. De elektrificatie van ons spoorwegnet kwam pas goed op gang na de Tweede Wereldoorlog. Het rendement van de stoomtractie was immers erg klein. Er was ook een enorme personeelsinzet voor nodig. In 1935 was Brussel-Antwerpen al onder draad gekomen. In geen tijd verdubbelde het aantal reizigers op die lijn. De eerste lijn die na de oorlog werd geëlektrificeerd was Brussel-Zuid-Charleroi in november 1949. Van 1949 tot 1966 nam de elektrificatie broksgewijs toe. Spoormannen die soms veel weg hadden van circusacrobaten zorgden daarvoor. Na 1966 zou het 10 jaar duren alvorens een nieuwe reeks elektrificaties werd ingezet. In ons land wordt het elektrisch net gevoed met 3000 volt gelijkstroom. Van stoom naar stroom. Aspecten van een dagelijkse realiteit in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel was een andere, meer artistieke tentoonstelling ter gelegenheid van 150 jaar spoorwegen. Zij gaf onder meer een overzicht van de filatelie, de geschiedenis van de slaapwagenmaatschappij, tekeningen, foto's, affiches, het verzet van de spoormannen in de Tweede Wereldoorlog en de trein van de toekomst. Hieruit bleek alvast dat de spoorweg niet meer is weg te branden uit ons dagelijks leven. De spoorwegen in de schilderkunst konden niet beter tot hun recht komen dan in de 8 doeken van Paul Delvaux, die hier werden tentoongesteld. Aan het eind van de vorige eeuw werd door het spoorwegbeheer een commissie in het leven geroepen om een verbinding tussen de stations Brussel-Noord en Brussel-Zuid te bestuderen. In 1901 bracht hij gunstig advies uit over een ontwerp van spoorwegingenieur Bruneel. De meningen waren nochtans verdeeld. Sommigen vonden de verbinding nutteloos, anderen onontbeerlijk
maar iedereen was het erover eens dat ze niet rendabel zou zijn. In 1911, 10 jaar na het fiat van de commissie, starten de werken in de buurt van het Zuidstation. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 werd alles stopgezet voor de volgende 20 jaar. Met de oprichting van de Nationale Dienst voor de Voltooiing van de Noord-Zuidverbinding in 1935 werd ook het werk hervat. Tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog vorderde de verbinding slechts in vertraagd tempo wegens het gebrek aan bouwmateriaal. In 1947 werd het normale werkritme weer gevonden en dat bleef zo totdat op 4 oktober 1952 de eerste koker van de ondergrondse Noord-Zuidverbinding door een piepjonge koning Boudewijn plichtig voor het verkeer kon worden opengesteld. De Brusselse Noord-Zuidverbinding werd gemaakt voor de doortocht van 100 treinen per dag. Maar nu rijden er al 1000 per dag door. De NMBS hield het dit jaar niet alleen bij enkele grootse vaste tentoonstellingen. Zij stelde ook een paar expo-treinen samen en reed daarmee maandenlang naar alle uithoeken van het land haar cliënteel tegemoet. In de zomer stonden deze treinen met inhoud te kijken aan de kust en in de toeristische centra. Voor en najaar deden ze de grote agglomeraties aan. Op de wereldtentoonstelling van 1958, de Expo 58 te Brussel, kon de spilfunctie van ons land in het Europese spoorweggebeuren vanzelfsprekend niet genegeerd worden. Het reizigers- en goederenverkeer geeft bij ons immers een sterke internationale dimensie te zien. Op 7 vervoerde ton goederen zit er 6 ton in internationaal verkeer bij. Op 7 reizigers is er 1 internationale reiziger. De internationale spoorweg stand op Expo 58 met Belgisch en buitenlands rollend materieel zoog dan ook heel wat belangstelling aan onder de schitterende symboliek van het atomium. 27 jaar later, einde mei 85, was datzelfde atomium getuige van veel drukte en vertoon rond het 46e internationaal congres van de Internationale Unie voor Openbaar Vervoer en de ermee gepaardgaande internationale tentoonstelling UITP 85. De luchtbandentram of Guided Light Transit, GLT, van de Belgische constructeurs BN ASSEC had er veel bekijks. UITP-voorzitter Pampel vroeg op zijn congres meer aandacht voor de individuele reiziger en riep zijn leden op tot agressievere marketing. Meer klanten zullen er alvast nodig zijn en meer inkomsten voor de openbaar vervoermaatschappijen om zich al het moois te kunnen aanschaffen dat slechts 5 dagen binnen handbereik stond op deze internationale tentoonstelling voor openbaar vervoer. Als vanouds maakten onze Vlaamse constructeurs van autobussen er een prima indruk met hun aan alle klimaat- en tijdzones aangepaste producten. BN ASSEC Model Suburban zal binnenkort model staan voor de nieuwe elektrische tweetjes van de NMBS die over zo'n 2 jaar uit de fabriek zullen rollen.
Ook de elektronische toebehorensector in het openbaar vervoer wordt elke dag groter. Die toebehoren maken de exploitatie van het openbaar vervoer efficiënter en het leven van de openbaar vervoergebruiker draaglijker. De Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen, de NMVB, die mee betrokken was bij de organisatie van het UITP-congres en tentoonstelling op de Brusselse Heizel, vierde dit jaar haar 100ste verjaardag. Maandenlang een permanente expo in het provinciaal domein van het Limburgse Bokrijk gaf een impressie van de veranderingen in het rond materieel van de NMVB. Zou het alleen aan nostalgische gedrevenheid en de retromode liggen dat zoveel de bijna totale verbussing van de buurtspoorwegen betreuren en met hun ogen de oude stoomtram, de elektrische boerentram en de moderne kusttram strelen? Buurtspoorwegen, what's in a name? Kerndag in de viering van het 100-jarig bestaan van onze nationale streekvervoerder was 16 juli jongstleden te Oostende. Onze beminnelijke koningin Fabiola moest er de honneurs van de speciale herdenkingsrit ter gelegenheid van 100 jaar buurtspoorwegen op zich nemen. Stoomtramlok 979 van het type 19 uit een reeks van 50 die in 1915 werden besteld door de Railway Operating Division, de spoorwegdivisie van het Britse leger, die stoomtramlok 979 deed na zoveel tijd weer keurig zijn werk. Samen met een aantal soortgenoten werd hij pas bij het begin van de jaren 50 uitgerangeerd. Hij zelf werd echter goed onderhouden in het trammuseum van Schepdaal ondergebracht. Het jubileumjaar 1985 maakte hem nu ook weer rijvaardig en bracht hem onder stoom. Dit blauwe koninklijk rijtuig, A1625, werd lang niet meer gezien. Het kwam tot stand op wens van koning Leopold II, die er op 15 augustus 1900 de Belgische kust mee bezocht, in gezelschap van de toenmalige Shah van Perzië en diens zoon. Terug nu naar 150 jaar spoorwegen. Van 12 tot 15 september hielden SPTM, wat staat voor Schuilplaats Tractiematerieel te Leuven, open deur. SPTM is eigenlijk van stoomlocomotievenloods geëvolueerd naar museummagazijn, waar oude werktuigen, rijtuigen, stoom- en dieselloks, motorstellen en allerlei kleine en grote attributen uit de spoorweggeschiedenis worden bewaard. Bewaard, meer niet. Want een Belgisch spoorwegmuseum lijkt nog niet voor morgen. Twee stoomloks, eentje van het type 29, de 29013, en eentje van het type 12,
De 12004, die we beide al eerder in dit programma zagen, zijn nog in prima conditie. Tijdens de open deur te Leuven maakten ze rangeermanoeuvres en schijnstarts tot groot jolijt van het jonge volkje en de foto- en geluidsjagers. Het museummagazijn kreeg die dag meer dan 10.000 bezoekers over de vloer. Alain Jean-Marc is 31, woont in het Antwerpse Deurne en is treinbestuurder elektrische tractie. Zijn thuisbasis, station Antwerpen Schijnpoort. Momenteel rijdt Alain alleen met goederentreinen. Met een goederentrein rijden we gemakkelijker, rijden we eenvoudiger, omdat we niet zozeer op tijd moeten aankomen. Dat kan geen kwaad, maar met een reizigerstrein moeten we proberen van zoveel mogelijk de reizigers in het algemeen gerust te stellen en op tijd aan te komen. Met goederentreinen worden we ook regelmatig opzij gezet, terwijl met reizigerstreinen vertrekken wij in een station en we komen aan en we moeten rekening houden met de tijd die we krijgen tot het volgende station. Specifiek is er eigenlijk zeer weinig verschil in kwestie van besturing. Alleen bij een goederentrein ligt de snelheid lager dan een reizigerstrein. Een reizigerstrein rijdt gewoonlijk tegen 140 km per uur op de meeste lijnen in België. Terwijl de goederentreinen, de meeste zijn beperkt tot 80 km per uur. Er zijn ook een aantal goederentreinen die bijvoorbeeld 100 km per uur bedragen. Dat zijn de goederentreinen die wij dwars door België nemen. Bijvoorbeeld van Roosendaal naar Kevi met verschillende containers of andere goederen. Bij reizigerstreinen worden wij verzocht van fatsoenlijk te remmen, omdat de reiziger natuurlijk in de meeste comfort ter plaatse aankomt. Overgaan naar de reizigersdienst is aangenaam, want je staat tenslotte in contact met het publiek. Niet zozeer elke dag, maar kom. Je staat ten dienste van het publiek, je vervoert verschillende soorten van reizigers. Het zijn mensen die gaan werken, het zijn mensen die met verlof gaan, het zijn mensen die bijvoorbeeld graag met de trein rijden. Dat maakt een heel andere atmosfeer dan met een gewone goederentrein. Een goederentrein, ja, we hebben goederenwagens. Maar met reizigerstreinen kun je met homogene, mooie wagens rijden. Je kunt snel rijden. Het is gezellig. Slaagde de spoorweg erin om via tientallen manifestaties en feestelijke momenten de aandacht te vestigen op zijn eerbiedwaardige leeftijd, 150 jaar en toch niet kapot te krijgen, dan was er hier en daar ook wel een extra Moeros-initiatief waar de kranige ijzeren weg met eerbetoon en kleurige bloemen werd overladen. De jaarlijkse bloemencorso van Blankenbergen vergat het fidele spoor waaraan het zoveel kustgangers heeft te danken niet.
Een reuzenbedrijf als de spoorweg kan niet zonder onthaal- en informatiedienst. En daarover wil ik best zelf wat kwijt. Wanneer is een trein naar Gent rond 5 uur deze avond? Dat is om 16:47 op spoor 9, de trein naar Oostende. Het is bijna niks anders dan vragen om informatie. Dat is trouwens het hoofdbestanddeel van ons werk, informatie geven. En dat kan gaan van, moet ik een kaartje nemen voor de luchthaven, voor de trein naar de luchthaven, tot wat is de prijs voor 2 volwassenen, 2 kinderen en een hond van Brussel over Kopenhagen naar Moskou en Vladivostok. In de zomer bijvoorbeeld krijgen we meestal toeristen die willen weten waar Manneke Pis ergens staat. En dan krijg je ook heel veel vragen van buitenlanders die willen weten op welk spoor een bepaalde trein vertrekt. We krijgen dan ook mensen binnen die willen uitstippelen waar ze naartoe gaan, hoeveel het hen gaat kosten. Ze willen de uurregelingen weten. Dat is wel het voornaamste. Op een dag komt er een dame met heel weelderige vormen dit bureau binnen en vraagt, zegt heel autoritair, ik ben der Bundesamt. Goed, verder vertelde ze dat ze heel erg bevriend was met onze koningin, met Fabiola, en dat ze graag een bezoek zou brengen die namiddag. Maar dat was een klein probleem, want Fabiola had namelijk die namiddag een receptie waarop de keizer van Japan was uitgenodigd, de koningin van Nederland en nog een aantal nobele hoofden uit Europa. En ze wou absoluut worden aangemeld op het paleis en of wij dat even voor haar konden doen. Na een tijdje hadden we natuurlijk door dat het hier ging om een geestelijke gestoorde. Dus we hebben het heel anders gehandeld en we hebben haar terug op haar thuisfront bezorgd. De beide nog bedrijfsklare stoomloks type 12 en type 29 van de NMBS werden tijdens dit jubileumjaar vaak ingezet voor museumritten met historisch materieel. Samen rukten ze 153 keer uit. Jammer genoeg kostte een rit met de stoomtrein niet bepaald te weinig, zodat er wel vaker meer kijkers dan meerrijders waren. Op een vroege herfstdag zagen we stoomlok 12004 aan het werk tussen Gent en Deinze. Van dit supersnelle loktype 12 of Atlantic werden slechts 6 stuks gebouwd. Hoge snelheid over grote afstand was hun motto. Op 12 juni 1939 verslond een identieke locomotief type 12 aan kop van een trein van 200 ton de 115 kilometer tussen Brussel en Oostende in 57 minuten. Dit leverde ons land de blauwe wimpel van het wereldsnelheidsrecord voor stoomtreinen op. De trein haalde immers een top van 165 kilometer per uur. Uitgerekend, deze Atlantic 12004 maakte op 29 juli 1962 de laatste rit tussen Rijssel en Brussel die door een hardloper van het type 12 werd getrokken. Een heel andere ervaring was het rijden met een prachtig gerestaureerd elektrisch motorstel van 1935. Zo'n vierledig motorstel, het eerste viertje, maakte zijn debuut op de eerste geëlektrificeerde lijn Brussel-Antwerpen. De schilderingen crème en blauw zou de oorspronkelijke kleurencombinatie vrij nauwkeurig weergeven. De restauratie van dit motorstel kwam slechts dit jaar gereed. Het stel is ondertussen al goed voor 258 geklaarde museumritten. Het motorstel van 1935 voert, net als toen, 3 reizigersklassen in plaats van 2. De beroemde architectontwerper Henri van de Velde, die al eerder de fameuze B van de Belgische spoorwegen ontwierp, tekende ook de verschillende interieurs van deze trein en gaf tevens de uiterlijke vorm aan het front van de stuurpost.
De NMBS is overwegend een mannenwereld. Op 57.000 werknemers zijn er slechts 2.000 vrouwen. Maar op de 2.651 wachters en hoofdwachters zijn er nu al 103 vrouwen. Claudine, nu 22, was een van de eerste. Het is vooral mijn vader geweest die mij daarin heeft gemotiveerd. Mijn vader is zelf spoorwegman. Hij heeft mij aangespoord het examen mee te doen van wachter. Ik studeerde toen nog. Ik heb dat meegedaan, ik was daarin geslaagd. En toen ik kon beginnen, heb ik dat aangenomen. En ook omdat mijn broer het beroep ook heeft uitgeoefend. En hij vond dat een heel tof beroep. En dat heeft mij vooral gemotiveerd. Ja. Men komt binnen als wachter. Dat is het controleren van de biljetten op de trein. Dan mag men meedoen aan het examen van en de opleiding van treinchef. Dus u mag dan alleen met de trein rijden. De controle van de voerbewijzen en de deuren sluiten. Het gezag voeren over de trein. Dan moet men slagen in het examen van de tweede landstaal, het Frans. En dan, na 2 jaar, wordt men hoofdwachter. Persoonlijk vind ik de lastigste treinen de P-treinen. Dat zijn de piekuurtreinen. Ja. Die doen dienst. Dus om de reizigers vooral van Brussel hoofdstad naar Gent, Leuven, de halve streken van het land te brengen. Dus. En dat komt doordat daar allemaal mensen zijn met een abonnement. En die mensen kennen u, maar u kent de mensen niet, doordat u op een dag 1000 of 2000 gezichten ziet. En als je dan die trein 2 of 3 maal per week doet, dan zeggen de reizigers van, ze is daar weer al en ze weten toch, ik neem elke dag de trein, mijn abonnement is altijd in orde, maar dat weten wij niet, want wij kennen die reizigers niet. Ik ben persoonlijk van mening dat het een beroep is dat ik niet zou doen tot bijvoorbeeld mijn 65ste. Bijvoorbeeld als je altijd zo vroeg moet opstaan, 3, 4 uur opstaan, tot 12, tot 1 uur 's nachts werken. Dat gaat allemaal als men zich nog jong voelt. Maar zodra men iets ouder wordt, gaat het toch al moeilijker, denk ik. In het museummagazijn, alias SPTM, schuilplaats voor tractiematerieel te Leuven, was de drukte van de opendeurdagen nauwelijks weggeëbd of de reportagewagens van de BRT-televisie kwamen voorgereden en in minder dan geen tijd werden tochtige locomotievenloods omgebouwd tot een grote gelegenheidsstudio. Want er zou en er moest een groot feestprogramma van ruim 1,5 uur worden opgenomen. Een spoor van gisteren, een spoor van morgen heette het en het kwam vrijdag 4 oktober al licht in uw huiskamer terecht. Het bevatte een treinvrachtinformatie, gekoppeld door kleurige show-elementen in een levensecht stationsdecor. Ik zou hier ergens naast de kutje of zoiets. Volgens NMBS-woordvoerder de heer Van Gestel is met de invoering van het ICIR-plan de nieuwe aanpak bij de spoorwegen voor zo'n 95% technisch gerealiseerd. Rest nog een onvoltooide menselijke 5%. Waaruit bestaat die dan? Ik denk dat dat eigenlijk uit enkele zaken bestaat, die fameuze 5%. En dat is 1, de klantenbegeleiding. Klanten die er nu zijn, moeten begeleid worden door 1, het netwerk van spoorwegdiensten, door 1, het aanbod dat we realiseren. 2, informatie, zowel voorafgaand aan de reis, hetzij thuis, wanneer men nog de keuze moet maken, hetzij wanneer men in het station komt en zich naar de trein begeeft, hetzij wanneer men in de trein zelf is. Ik denk maar aan bijvoorbeeld een informatie in de trein over mogelijke vertraging die men gaat oplopen en mogelijke aansluitingen die men nog gaat halen. En
buiten dat aspect informatie en klantenbegeleiding zie ik dan nog een derde aspect en dat is wel de klantenwerving. Klantenwerving zowel door boodschappen te brengen naar het publiek om te tonen wat wij kunnen, als om misschien ons aanbod nog meer gedifferentieerd te maken. In de zin dat wij misschien onze tarieven gaan aanpassen in functie van mogelijkheden die de trein heeft, maar die nog niet ten volle tot uiting gekomen zijn in het aanbod dat wij vandaag aan de klanten aanbieden. Bijzondere aandacht voor begeleiding, informatie en werving. Het kan geen toeval zijn dat precies deze elementen nadrukkelijk aanwezig zijn in de originele treintrambusdagformule die dit jaar voor de derde keer werd toegepast. Derde keer, beste keer. De grote stations konden de toevloed amper slikken. Er moesten vele tientallen extra treinen worden bijgezet en daar was wel eens meer, noodgedwongen, gedemoldeerd oud materieel bij. In 1983 waren er 67.500 deelnemers aan de treintrambusdag. In 1984 57.000 en in dit jubileumjaar in 1985 zomaar eventjes 104.000. 63.000 daarvan kwamen uit Vlaanderen, ruim 30.000 uit Wallonië en goed 10.000 uit Brussel hoofdstad. De treintrambusdag draagt de kern van de nieuwe menselijke aanpak bij ons openbaar vervoer in zich. Waarop de pas opgerichte Bond van Treintram en Busgebruikers bondig inpikte met zijn slogan: Elke dag treintrambusdag.